Ik heb gekozen om hier aan mee te doen, omdat ik zag een artikel voorbij komen waar eigenlijk een beetje werd uitgelegd in grote lijnen waar deze clip om ging, wat het doel was van deze clip. En wat mij heel erg aansprak is dat het dus eigenlijk mijn rol zou dan dus zijn op basis van een waar gebeurd verhaal. En ik had zoiets van, ja, dit. Ik voelde gelijk van, oké, dit wil ik doen. Nou, eigenlijk in grote lijnen gaat het verhaal over een jongen die in een christelijke familie is opgegroeid. En hij werd eigenlijk, die jongen, die werd door zijn ouders werd hij langs deuren gestuurd. Om eigenlijk alle mensen duidelijk te maken dat homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt door God. Maar wat blijkt nou, wat is eigenlijk de clue van het hele verhaal? Die jongen die dus langs de deuren gaat, die is zelf homoseksueel. Die heeft zelf de grootste moeite om uit de kast te komen, zeg maar. En dan moet hij eigenlijk van zijn ouders, moet hij iedereen gaan vertellen van, ja, het kan niet wat er gebeurt. En wat er daarnaast ook nog is, die ouders hebben eigenlijk in het leven gefaald. En de hele omgeving denkt dus dat ik, mijn personage, in de toekomst ook zal falen. Wat ik dus natuurlijk niet wil laten gebeuren, maar ja, kijk, als iedereen dat vertelt, als iedereen jou zegt van, jij gaat falen in het leven, dan ga je dat geloven. Waarom ga ik uiteindelijk niet falen in het leven? Nou, ik neem het hef in eigen handen uiteindelijk. Ik neem het in eigen handen. Ik ga studeren, ik ga naar de universiteit en ik ga ze gewoon laten zien dat ik niet ga falen. Ik ben niet zoals mijn ouders. Ik ben echt gewoon uniek. Als ik advies zou mogen geven aan mensen die met geheimen rondlopen, zou ik zeggen van, loop er vooral niet te lang meer rond. Ga vooral niet twijfelen aan jezelf als mensen andere dingen over je zeggen. Dus ga niet zomaar dingen aannemen van andere mensen. Weet je, iedereen is zoals die is. En als je daar ook gewoon zelf in gelooft, dan zal iedereen je ook accepteren zoals je zelf bent. Ik denk dat dat wel een mooi puntje is. Ik ben nu zeker van wie ik ben. En ik weet dat ik niet ben zoals andere mensen altijd gezegd hebben dat ik ben. En omdat ik nu zo zeker van mezelf ben, durf ik mezelf te zijn en accepteer ik mezelf, dus ook mijn geaardheid. En daarmee maakt het gewoon zoveel makkelijker. Want ik hoef me voor niemand meer te verbergen en ik kan iedereen precies laten zien wie ik ben. Dus ook voor in de liefde is dat gewoon, ja, dat is gewoon 100% de omgekeerde wereld. In positieve zin.